Daily Minutes nummer 1435 met een uitzending voor vandaag, 10 oktober 2018, is het bulletin van woensdag. Vandaag is de data in Veldhel X9. Let wel, het is niet Veldhel zoals we eerder wel gebruikten. Er zijn meerdere varianten van Veldhel. Veldhel zelf is een van de oorspronkelijke standaarden. Daarnaast zijn er de veel snellere Veldhel X5 en nog sneller Veldhel X9. Die laatste is wat we vandaag gebruiken. Veldhel X9 dus bij 1500 hertz. 1500 hertz. Vandaag deel 12 uit de serie over zelfbouw en verder deel 6 van Stuart Hill en zijn landje Forvik. Vandaag deel 12 uit de serie over zelfbouw. Ik begin vandaag met het schema van het in de afgelopen dagen behandelde microfoonversterkertje. Dat schema is inmiddels te vinden op www.pnlete.nl. Ik heb inmiddels ook een programma gevonden dat erg handig is om schema's te tekenen. Het doet erg denken aan Orcad, dat ik in een zeer grijs verleden lange tijd gebruikt heb. Het is open source en ik gebruik het onder Linux. Het programma dat ik gebruik is onderdeel van een hele set programma's voor het ontwerpen van elektronica onder de naam GPL EDA. Ik kende het tot vanmiddag niet. Je kunt het als je Ubuntu varianten hebt, waaronder Mint, installeren vanuit de Synaptic Package Manager door te zoeken op GEDA, G-E-D-A. Er is ook een website van. gpleda.org. Ik zeg niet dat ik het ideale programma nu heb gevonden, maar het was het eerste schemaprogramma dat ik uitprobeerde met een uitgebreide componentenbibliotheek. Dat is een voordeel. En ik had er daarnaast ook in de eerste 5 minuten nog geen ruzie mee. Dat is meestal ook een goed voorteken voor zoiets. Even over het schema. Links zie je de microfoon, MIC-1, meer naar rechts een ingangscondensator. Die zorgt ervoor dat bij een dynamische microfoon de basis niet naar aarde getrokken wordt, want dan zou de transistor dichtgaan. Deze condensator kun je ook gebruiken om het geluid wat aan te passen. Kies je hem in de range van de bijvoorbeeld 100 nanofarad of groter, dan wordt je geluid gewoon recht doorgegeven zoals het is. Kies je iets van 22 nano of daar in de buurt, dan krijg je een veel helderder modulatie. Ik heb het hier over C2 in het schema. Wat meer naar rechts zie je dan R2, dat is de weerstand die voor de tegenkoppeling van de gelijkstroom zorgt en voor de instelling zoals we eerder al behandelden. Vervolgens vormt R1 samen met de collector-emitterovergang van transistor Q1 een spanningsdeler over de voedingsspanning. C3 is een scheidingscondensator die voorkomt dat de gelijkspanning van de voorgaande spanningsdeler naar je transceiver gaat. En andersom werkt het ook. Als er een spanning uit de transceiver komt om bijvoorbeeld een elektretmicrofoontje te voeden, dan zorgt deze condensator ervoor dat transistor Q1 hierdoor niet in de war raakt. Verder is er nog een elkootje, C1, die de voedingsspanning ontkoppelt. Wat in dit schema nog ontbreekt zijn de maatregelen om hem tegen hoogfrequent te beschermen. Als ik de komende dagen wat tijd heb, dan zal ik ook die variant van het schema nog op de website zetten. Als iemand belangstelling heeft voor een lijstje met waarden en een suggestie welke transistor je kunt gebruiken, dat kan ik er ook bij zetten. Ik kan hier ook wel wat praktische waarden noemen. C2 zou ik bijvoorbeeld 22 of 33 nano kiezen. Of als dat te scherp is, 100 nano zoals ik al zei. R2 bijvoorbeeld 1 megaohm. R1 bij 5 volt voedingsspanning 4K7, bij 9 of 12 volt iets hoger, bijvoorbeeld 8K2 of 10 kiloohm. Dan C3, die zou ik iets van 100 nanofarad of 220 nanofarad doen. En C1 10 microfarad, let op de spanning, de maximale spanning van die condensator. Als transistor kun je vrij veel gebruiken als het maar niet ruist, zou ik zeggen. Alles wat op een BC547 lijkt is prima. Als je kunt kiezen, kies dan een BC547B. Ja, als vervolg op deze serie wil ik het de komende dagen hebben over dingen die handig zijn om te hebben als zelfbouwer. Om te beginnen zou ik denken aan een universeel meter. Niet iedereen heeft die. Nou, en die dingen die zijn er van duur tot goedkoop. Je kunt daar eigenlijk bijna niets verkeerds kopen. De meeste die zijn gewoon in orde. Begin niet met het te dure, want als je je vergist kun je het ding opblazen. Als je bijvoorbeeld een flinke voeding wilt meten en je meter staat nog in het milliampère bereik, en ook mij overkomt dat wel eens, dan vindt zo'n meter dat niet leuk en er kan stuk gaan. Maar na veel van dit soort mishandelingen kan hij ook niet meer de juiste waarde aangeven en dat heb je natuurlijk niet door. Een aantal meters zijn tegen mishandeling beveiligd, maar beter voorkomen dan blussen. Voor de eerste experimenten niet een te dure, zou ik zeggen. Verder zijn er zowel analoge als digitale universeelmeters, hoewel je die analoge steeds minder vaak aantreft. Voor HF-experimenten is een analoge universeelmeter een exemplaar die niet de verkeerde dingen aanwijst in de buurt van zenders, wel een hele zinvolle aanvulling. Als je bijvoorbeeld aan een zendversterker meet of aan een andere versterker in een trap in de zender of in een ontvanger, op een niet gedempte analoge meter kun je heel goed zien als die trap staat te oscilleren. Natuurlijk op een spectrum analyzer kun je dat ook zien, maar dat lijkt me niet het meetapparaat dat je als beginner meteen in de check hebt staan.
Als je een afstemming van een trap draait, de frequentieafstemming, dat afstemmen dat verloopt niet helemaal egaal, maar er zitten tijdens het afregelen één of meerdere sprongetjes in de stroom, dan oscilleert je versterkertrap vrijwel zeker. Verwar deze sprongetjes niet met resonantie. Als de Q-factor heel hoog is, kan daardoor de stroom ook lijken te verspringen. Je kunt het verschil echter goed zien door in zo'n geval een stukje terug te draaien. Verloopt op de terugweg het sprongetje hetzelfde, dan heb je waarschijnlijk met resonantie te maken, een verschijnsel dat vaak gewenst is. Zit het sprongetje bij het terugdraaien op een andere plek of het treedt niet meer op, dan is er vrijwel zeker oscillatie aan de hand. Oscillatie betekent hier dat je versterkertrap zeg maar zelf staat te zenden en dus ook meerdere extra signalen genereert. Dat is vrijwel nooit de bedoeling. Wat bij een universeel meter trouwens handig is, dat is als hij in een soort van rubberen slof zit die hem beschermt tegen vallen van geringe hoogte. Een tweede belangrijk instrument is een soldeerbout, iets waar je beslist niet te veel op moet bezuinigen. Waar veel mensen in het begin niet aan denken is dat het wel handig is om een al dan niet beperkte standaard hoeveelheid onderdelen te hebben. Onderdelen zijn steeds lastiger te krijgen. Ooit had ieder dorp een onderdelenboer waar je spullen voor reparaties kon kopen. Ook daarom is een kleine onderdelenvoorraad geen gek idee. Ik zou in elk geval een standaardreeks weerstanden in huis halen, bijvoorbeeld van 100 ohm tot 1 mega ohm. En dan met de volgende tussenliggende waarden 1,2, 1,5, 1,8, 2,2, 2,7, 3,3, 3,9, 4,7, 5,6, 6,8 en 8,2. En even kijken, had ik 1 genoemd of 10? Nou ja, die hoort er ook bij. Dit is de zogenaamde E12-reeks voor componenten met een tolerantie van 10%. Vergeet niet als je componenten wilt hebben om vakjesdozen of als je veel wilt inslaan laadjeskasten te kopen. Als je ze bij elkaar frommelt, dan wordt zelfbouwen een plaag, omdat je dan niet meer weet welke waarden uitgeput zijn en het blijft zoeken natuurlijk. Als je overigens alleen af en toe een bouwpakket bouwt, wat ook heel leuk is, dan is het aanschaffen van hoeveelheden onderdelen niet echt nodig. Dat is vooral als je zelf iets wilt veranderen aan bestaande schakelingen of iets nieuws wilt bedenken. En ook bij reparaties is de voorraad onderdelen vrij essentieel. In het volgende deel ga ik nog meer in op dit soort dingen. Ik vergeet daarbij vast nog wel wat, dus als je zelf aanvullingen of tips hebt, houd je dan niet in. Deel 6 van Stuart Hill en Forvik. Hill is bezig om zijn micronatie vorm te geven en worstelt met de valuta. Hill is al vanaf het begin bezig om bazaal een meer permanent verblijf op het eiland te maken. Dat moet ongeveer 5 bij 5 meter groot worden, gemaakt van hardboard, kunststof, gelamineerd hout, gaas en turf. Dat zei ik vorige keer ook al. In volle ernst meldde hij daarover dat hij zonder enig probleem toestemming voor het bouwwerk heeft gekregen van de bouw- en woningtoezichtautoriteiten van het landje. Een beetje raar omdat behalve hij zelf niemand anders ooit enige beslissing over het landje heeft genomen en alle plannen daaromtrent uitsluitend door Hill zelf worden gemaakt en uitgevoerd. Hill is Forvik en andersom is dat hetzelfde. De Engelse, Schotse en Shetlandse bestuurders en organen reageren zoals Anglo-Saxische landen meestal doen bij micronaties die ontstaan. Ze doen grotendeels alsof de landjes niet bestaan of alsof ze van dat bestaan ook niet afweten. In de paar uitlatingen die er zijn wordt gezegd dat het eilandje zoals altijd tot hetzelfde territorium behoort als de rest van het land. Interessant is echter één van die officiële uitingen waarin er niet naar de formele naam Forvik Holm wordt verwezen, het eilandje dat deel uitmaakt van Shetland, maar naar Forvik, de naam van de nieuwe micronatie. Door Hill is dit meteen aangegrepen om hier een bevestiging te zien dat het landje wel degelijk serieus wordt genomen en de facto toch erkend zou zijn. Een enkele lokale bestuurder merkt op dat hij het een interessante ontwikkeling vindt en Hills acties niet op voorhand af wil wijzen, maar dat hij wel eens wil zien welke kant het uitgaat. Daarbij wordt uiteraard gerefereerd aan de consequenties die het landje mogelijk voor de grotere autonomie van heel Shetland zou kunnen hebben. De regering van het Verenigd Koninkrijk liet voor de officiële onafhankelijkheidsverklaring door Hill op vragen van journalisten echter al weten dat de heer Hill niet door de regering wordt gesteund. Het bestuur van Shetland-eilanden is daarentegen veel gereserveerder over Hill. Het bestuur wil graag grotere autonomie en ziet in de acties van Hill misschien een manier om haar eigen streven kracht bij te zetten. Hill buit deze belangen met een grote fijngevoeligheid voor zijn eigen doeleinden uit. Where can the skills you learn with ham radio take you? Amateur radio, often called ham radio, is the place where today's communications engineers got their hands-on training. With its analog, digital, audio, and video capabilities, modern hams use computers and radios in new ways. It's not just your grandfather's radio anymore. It can take you around the world or into a whole new career. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl.
De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. Ik ben na de uitzending van 7 uur 's avonds weer QFV op Echolink via PI3XTV. Papa India 3 X-ray Delta Victor Repeater. PI3XTV-R staat op Echolink, nodenummer 979350 en daarnaast op de beide chats. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl, 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour.